Tot 1989 was de ontwikkeling van Pokigrong duidelijk te merken. Het dorp had haar eigen school, polykliniek en overheidsdependances. Ook waren er winkels en veel kleinondernemers. Aan dit alles kwam er een eind op 23 april 1989, toen de junglecommando het dorp binnenviel en nagenoeg alles vernietigde. Dit bracht Muyenga Aboikoni Linga, voorzitter van de commissie herdenking 30 jaar verwoesting Pokigrong, naar voren tijdens een herdenkingsactiviteit in het dorp. De commissie, bestaande uit enkele waarachtige kinderen van dit dorp, heeft gemeend om samen met een groep bewoners dit feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Aboikoni voerde haar gehoor terug naar de verwoesting gisteren, 30 jaar geleden. De verkracht, de mishandel, alle de voorstand dat ik zag in april 1989. Baka die adorpu jong, de smafa dorpu, bebo kistes red na foto. En de kwaku adamala sabi, ano asem de a heer bevolking bebo na foto. Maar beetjes bij beetjes de bebo na foto, hoe tel ik nomas ma be demoro in a dorpu. Aboikoni hield de aanwezigen ook voor wat de vluchtelingen in Paramaribo allemaal moesten ondergaan voordat het besluit genomen werd om te starten met de heropbouw van Pokigrong. Sommigen keerden meteen terug, maar anderen niet, omdat er nagenoeg niets meer was in het dorp. Weer anderen hadden een trauma opgelopen. Beetje bij beetje keren de mensen terug naar het dorp, waar de ontwikkeling langzamerhand weer op gang komt. Dus mensen die gevlucht waren naar de stad, die keren langzamerhand terug naar het dorp. Waarom? If you look at situatie voor Pokigrong die de deed, dat je ziet dat omen ontwikkeling deed naar het dorp. Lek vaar al malasabi, dat u op eenmaal 24 uur elektriciteit moet maar klap op dat u niet aan u. Het is afgelopen jaar hoor, is het een feit geworden dat Pokigrong voorzien is van 1 24 uur elektriciteit. Pokigrong is die wakker in het dorp, dus je moet toe gaan. De afwatra, als aan afwatra, naar liba watra. Uno madringa watra dat is. Dus uno afgezond drinkwater in het dorp. U hebt een geloofschool in het dorp. U hebt een geloofschool in het dorp. U hebt VOJ in Atjoni. VOJ deelt in Atjoni gevestigd. Daarbij u hebt MULO naar de LBO tot de tweede klas. Muyenga Aboikoni Linga, voorzitter van de commissie herdenking 30 jaar verwoesting Pokigrong gisteren tijdens de herdenkingsactiviteit in het dorp.